Lauren, wat leuk dat je een liedje hebt gekozen van... Erik van Tijn. Ja. Dank je. Ja, ik zocht eigenlijk iets voor Lisa wat ze dan echt leuk kon maken. En dat is me gelukt. Het is, nee hoor schat, het is echt een mooi liedje. Ik vind het een te gek nummer. En ik weet zeker dat heel Nederland hemel en aarde zal bewegen om haar eerste cd te kopen. Dus Lisa, zet hem op! Afgelopen vrijdag ging wel lekker. Eigenlijk was het tevreden. Ik heb beter gezongen dan vorige week. Je bent echt een waanzinnig goede zangeres. Eén kleine maar. Ga ook leren hoe je met het podium moet omgaan, want nu sta je wel heel erg stil. Ik was het wel eens met Erik dat ik gewoon meer het podium moet gaan gebruiken. Maar dat gewoon nog wennen en helemaal ophakken. Ik had toch het idee dat er een paar dingetjes te gemakzuchtig waren gedaan. En dat kan veel beter. Maar het had ook weer met de schoenen te maken. En die zaten niet lekker. En dat gaan we allemaal voorkomen. Jouw keuze voor het Songfestival deze week vind ik niet goed. Zij wilde heel graag hemel en aarde doen. Ben ik het niet mee eens persoonlijk. Ze gaat het killen natuurlijk, die song. En ze gaat het natuurlijk helemaal haar eigen ding maken. Dus misschien gaat ze iedereen verbazen en mij ook. Ik denk dat het een liedje is. Wat leuk is, maar te braaf voor jou kunnen. Ja, maar ik moet er nog wat van maken. Iets anders van maken. En ik denk dat het wel weer... Ik kan wel iets anders laten zien. Dus niet dat ik alleen maar kan... Ja, blazen. Ja. Ja. Want dat heb je op een gegeven moment ook wel gehoord. Ik heb tot nu toe alleen maar met power gezongen. En ik wil even laten zien dat ik ook wat anders kan dan dat. En ik denk dat dit liedje daar wel geschikt voor is. Ik wil dat jij volgend jaar naar het Songfestival moet. Ik? Ja! Dat lijkt me geweldig. Lisa voor Nederland. Nou, eerst even X-Factor winnen. Hier is Lisa! Was cool en kil en dan vooral het weer. De wind die lag nooit stil, mijn liefde zweefde des te meer. Wat ik in jouw ogen las, soms stak bij mij het vuur. Ze wordt nogal eens onderschat, de kracht van de natuur. Hemel en aarde bewegen als jij voor me staat. Het dus voor mij bewezen dat het lot bestaat. Het leuke is... Oh, nou, lekker. Hey Gordon, wat is er mis met dit liedje eigenlijk? Nee, Lisa, even bij jou blijven. Fantastisch gedaan. Als jij meegedaan had, dan was je minstens net zo hoog gekomen als het Cilia, denk ik. Jij zingt zo makkelijk en zo lekker en zo natuurlijk. Het is heerlijk om naar je te luisteren. Echt te gek. Formidabel gezongen. Echt formidabel gezongen, Lisa. Je bent een rasartiest. Je kan zo goed zingen. Dat hoef ik niemand te vertellen. Alleen dat nummer. Ik vind het nummer niet goed bijpassen. Ik wil jou liever in Engels zingen. Ja. Dat kan. Veel te braaf. Veel te
te braaf. Hey Lisa, ik denk dat Erik, die was redelijk enthousiast voor zijn doen. Maar in zijn hartje is hij nu aan het juichen. Want het is natuurlijk heerlijk als iemand met zo'n stem een liedje van je zingt. Kijk, ik denk als ik naar jou kijk, dat ik niet echt een artiest zie die het hele podium pakt en het publiek inpakt. Maar elke noot die jij zingt, zit erop. Dus, wacht even. Ik denk dat. Misschien loop ik op de feiten vooruit, maar ik zou alvast een mooie jurk uitzoeken voor de finale. Dat vind ik echt leuk. Een mooie jurk. Ik denk dat als jij je telefoonnummer nog zingt, dat het waanzinnig klinkt. 5-2. Het is echt. Oh, sorry, anders verklap ik het. Maar Lisa, je hebt me omvergeblazen. Je hebt het helemaal je eigen ding gemaakt. Maar als zing je Hoepen de Poep staat op een stoep. Ik kan niet wachten tot die cd er is. Want je hebt zo'n mooie stem om naar te luisteren. Kan jij niet gewoon naar Moskou? Toevoegen. Geweldig gedaan. Iedereen ging staan voor je. Dus hemel en aarde door Lisa. En als je vindt dat ze eigenlijk naar Moskou had moeten gaan, dan kunnen we helaas niks voor je doen. Maar als je vindt dat ze in X-Factor moet blijven, bel dan met 0909 1307 of sms Lisa naar 3131. Dank je wel.